ABC Dracht, de wereld van Tonke Dracht. Prachtig overzichtsboek over de boeken en het leven en al die werelden van Tonke Dracht. Het moet voor de vormgevers echt een feestje zijn geweest om dit te maken, want het is er helemaal losgegaan. Kijk, je ziet hier het hele alfabet en vervolgens, dit is Tonke trouwens. Zo vaak is ze niet te zien, dus mag ook wel even in beeld, een oudere foto uiteraard. De vormgevers, wil ik zeggen, hebben enorm goed gebruik gemaakt van de rijke illustraties die Tonke gemaakt heeft. Ze zijn ook erg in de weer gegaan met haar collages. Wordt ook in het boek beschreven, dat ze in haar huis ook enorme poppenkasten en in huizen heeft, poppenhuizen heeft gemaakt waarin al die werelden tevoorschijn komen. Nou ja, dat komt hier allemaal erg mooi naar voren. Er staan ook heel veel foto's in van Tonke. Alle letters, dit stond de K. Waarin dan iets met een poes is gedaan. Poes is sowieso een aardig thema. Nou ja, iedere bladzijde gebeurt wel iets uit het fotoalbum van Tonke. Dit is de M van Mysteries bijvoorbeeld. Middernacht. Ja, dit is weer zo'n prachtige collage van de Januaraanse ambassade. En zowel de tekst als de alle illustraties geven genoeg om van te genieten. Oké, dat is mijn eigen poes. Die dacht ik, het gaat over Tonke Dracht. Dan wil ik ook even in beeld. Nou, daar heeft ze alle recht toe. Dat zal Tonke nog niet erg vinden, denk ik. Nou ja, alle ridders komen ook voorbij. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Nog even weer zo'n mooie collage. Komt zo'n filmpje misschien niet helemaal tot z'n recht, maar dan weet je in ieder geval waarom je dit boek zou moeten kopen. Omdat er gewoon heel veel in te zien is. Het is heel afwisselend. En het heet dus ABC Dracht, de werelden van Tonke Dracht.